deze naamloze plek in dit verlaten pakhuis gaan we iets ongehoords doen. Een beroemde illusionist gaat het geheim achter een aantal grote trucs onthullen. Deze geniale goochelaar zet hiermee zijn carrière op het spel. Om zijn identiteit geheim te houden hoort u zijn stem niet en krijgt u ook zijn gezicht niet te zien. Hij draagt een masker en daarom noemen we hem de gemaskerde illusionist. We zijn in het pakhuis. Onze eerste truc vanavond kan met allerlei soorten voorwerpen worden uitgevoerd. Wij hebben gekozen voor een radio. De illusionist zet de radio aan om te laten zien dat hij echt is. Dan pakt hij een kleedje van luipaardvel. En gaat u ons nou niet schrijven of mailen, het is maar namaak allemaal. Hij trekt het kleedje op om te laten zien dat de radio er nog staat. En dan wordt het dienblad weggetrokken. En ineens is de radio weg. Onmogelijk. Niet echt. Om te beginnen is de radio echt. Maar hij zit wel vastgelijmd aan dit dienblad. Het lijkt alsof de illusionist de radio vastpakt. Maar vanuit deze hoek is duidelijk te zien dat de assistente het blad een kwartslag draait, zodat de radio aan het zicht wordt onttrokken. Maar hoe kan het kleedje dan de vorm van de radio blijven houden? Heel simpel, er zijn twee plastic stangetjes in het weefsel vastgenaaid. De illusionist trekt ze strak, zodat het lijkt alsof er iets onder zit. Het maakt niet uit wat er onder het kleedje zit. Een radio, een bal of wat dan ook. Het basisprincipe van de truc is altijd hetzelfde. De gemaskerde illusionist begint met een bloedstollende ontsnapping uit een auto. Hij gebruikt daarbij een gewicht van ruim 5000 kilo en een prachtige auto van Amerikaanse makelij. Let u goed op, want het gaat er zometeen niet zachtzinnig aan toe. Natuurlijk is ook deze ontsnapping onmogelijk zonder de hulp van een paar mooie assistentes. Trouwens ook van Amerikaanse makelij en net zo mooi vormgegeven als onze auto. Een stuk touw wordt gebruikt om de illusionist stevig vast te maken aan een stuk staal. Zijn handen worden vastgebonden en zijn gescheiden door de ijzeren staaf. Hij kan dus niet bij het touw. Het touw wordt om zijn lichaam gewikkeld en bij zijn middel vastgebonden. Vervolgens wordt de illusionist in een lijkzak gestopt. Het ziet er behoorlijk luguber uit. Maar ja, mocht hij de truc niet overleven, dan scheelt het wel werk. De zak wordt nu op de achterbank van de auto gelegd. Maar de auto zal niet gaan rijden. Het portier gaat dicht. De illusionist heeft amper 1 minuut om te ontsnappen. Anders zal hij geplet worden. Dit is een aaneengesloten shot. Bij deze of bij de andere trucs is op geen enkele manier gemanipuleerd met een camera. Daar ligt hij, op de achterbank. Zo te zien, nog in leven. Het gewicht van ruim 5000 kilo wordt nu boven de auto getakeld.
Als het 7,5 meter hoog hangt, zal het op de auto vallen. Hoe dan ook. De auto is dan zeker weten geplet. En wie erin zit, ook. Een camera in de auto laat zien hoe de illusionist probeerde los te komen. Nog 5 seconden zou hij er op tijd uit weten te komen. En daar komt het gewicht. Et voilà, een cabriolet. Maar waar is onze gemaskerde man? Als hij nog in de auto zit, moet hij er echt geweest zijn. Nee, toch niet. Dit programma is nog niet afgelopen. Hoe is de gemaskerde illusionist net op tijd ontsnapt? Dit is het geheim. Bij het begin van de act worden de handen van de illusionist vastgebonden, waardoor een ontsnapping onmogelijk lijkt. Hoe lukt het hem dan wel om te ontsnappen? Er zijn 2 stukken touw nodig die aan elkaar vastzitten met een dunne draad. En daardoor zijn ze makkelijk los te krijgen. Maar hoe komt onze mystery man uit de auto? Dat is allemaal te danken aan geweldige timing en heel slim bedachte technische aanpassingen. Als de illusionist namelijk op de achterbank is gelegd, wordt de kijker afgeleid door een van zijn prachtige assistentes. Kijk, we kijken allemaal naar haar. Maar ondertussen is de echte magie op deze plek te vinden. Er is een speciaal knopje in het achterportier ingebouwd. Zodra de deur dichtgaat, klapt de achterbank omlaag. En daardoor kan de lijkzak met de illusionist erin verdwijnen. Een identieke lijkzak komt weer tevoorschijn. Het gewicht is niet tegen te houden. Als de achterbank niet meteen wegklapt, kan de illusionist het verder wel vergeten. Zo ziet de truc er van de andere kant uit. In de achterbak is heel veel ruimte gecreëerd. Van opzij is goed te zien hoe het mechanisme werkt. Op deze plek is de 2e lijkzak verborgen. En hier komt de lijkzak met de illusionist. Maar hoe weet hij uit de zak te komen? Daar is iets slims voor bedacht. Aan de achterkant is de zak met klittenband afgesloten. En dat krijg je snel open. Maar al die bewegingen die in de zak te zien waren dan. Hoe gaat dat? Er zit een pop in van schuimrubber en een motortje dat ervoor zorgt dat het lijkt alsof de illusionist druk bezig is om zich te bevrijden. Als de camera filmt wat er op de achterbank te zien is, kijken we in het echt naar de zak met een pop en een motortje. De gemaskerde illusionist is dan al lang ontsnapt. Intussen rijden de assistentes een ziekenhuiskarretje naar de auto. De illusionist kruipt uit de auto en gaat onder op het karretje liggen op een speciaal daarvoor gecreëerde plek. En terwijl het gewicht steeds verder omhoog wordt getakeld, wordt de gemaskerde man in veiligheid gebracht. Precies op tijd. Hier zien we in slow motion wat er met de pop gebeurt. Zo plat als een dubbeltje. En de illusionist komt aanwandelen alsof er niets aan de hand is. Iemand nog een tweedehands auto kopen? De meeste trucs zijn niet gevaarlijk. Deze is dat wel. De gemaskerde illusionist zal nu zijn leven wagen om het geheim van Houdini's gevaarlijke onderwaterverdwijntruc te onthullen. Hij kijkt of de waterbak echt luchtdicht is. Er zit bijna 2000 liter water in. Het deksel wordt opgetild en de illusionist bereidt zich mentaal voor op deze gevaarlijke truc. Een van zijn assistentes boeit hem bij zijn polsen.
Vervolgens worden zijn voeten vastgezet in het blok. Als de illusionist goed vastzit, tilt een kraan hem de lucht in. Timing is cruciaal bij een truc als deze. Het bloed stijgt in snel tempo naar het hoofd van de illusionist. En dat verhoogt de kans dat hij onder water het bewustzijn verliest. Hij probeert zijn hartslag zo laag mogelijk te houden om zo lang mogelijk zijn adem te kunnen inhouden. Dit is een echt gevaarlijke truc waarvoor een grote fysieke vaardigheid vereist is. Hij wordt in de juiste positie gemanoeuvreerd, haalt nog één keer heel diep adem en geeft vervolgens een teken dat hij er klaar voor is. De illusionist zakt langzaam het water in. Omdat de bak tot aan de nok toe vol zit met water, begint deze nu over te stromen. De assistentes sluiten hem af. De illusionist is nu al bijna 30 seconden onder water. En dan gaat het scherm omhoog. Kan hij lang genoeg zijn adem inhouden? Laten we het hopen. De camera blijft om de truc heen draaien, zodat we goed kunnen zien dat hij er niet tussenuit geglipt is. Het scherm gaat een stukje omhoog. De illusionist zien we nog steeds worstelen om zich te bevrijden. De vraag is, gaat hij het redden? Dan zakt het scherm weer terug. De tijd dringt en de spanning is om te snijden. Om deze truc tot een goed einde te brengen is echte magie nodig. Het scherm gaat omhoog. Waar is onze illusionist gebleven? Hij staat daar. Een tikje buiten adem, maar verder helemaal in orde. Hoe ging deze truc in zijn werk? De clue zit hem in de deksel van de waterbak. De voeten van de illusionist zitten vast. De deksel wordt goed afgesloten. We zien dat het echte sloten zijn, maar we zien niet dat de assistentes de assen uit de scharnieren schuiven. Dus ondanks de sloten kan het deksel eenvoudig worden geopend. Als het scherm omhoog gaat, trekt de illusionist zich omhoog aan een verborgen hendel op het deksel. Zo kan hij even op adem komen. Als hij zich laat zakken, valt het deksel weer op zijn plaats. Hij is net op tijd beneden om het publiek te laten zien dat hij echt onder water aan het worstelen is. Als het scherm dan vervolgens weer zakt, bevrijdt hij zich uit de speciaal geprepareerde handboeien. Kijk maar hoe snel hij ze los heeft. Eenmaal van de handboeien bevrijd, trekt hij zich op en klimt hij uit de waterbak. Dan sluit hij het deksel, zodat het lijkt alsof hij nog steeds muurvast afgesloten is. Terwijl het publiek de adem inhoudt, staat hij rustig te wachten op het afgesproken teken. Dan gaat het scherm omhoog. En staat daar onze illusionist. Houdini zelf zou hem niet hebben overtroffen. Zometeen na de reclame in Goochelaars ontmaskerd. De illusionist gaat met een dramatische entree in de cape van een ter dood veroordeelde de guillotine trotseren. Zal hem dit lukken? U ziet het zo. Welkom terug bij Goochelaars ontmaskerd. De volgende truc staat bekend als het spookhuis. Maar wees niet bang, het is maar een truc. Dit moet wel het kleinste spookhuis aller tijden zijn. Onze illusionist onderzoekt de muren.
Het gerucht gaat dat er een spook in het huis zit, maar dan wel een hele kleine. Hij opent de deuren. Kijk maar eens goed. Je hoeft geen röntgenogen te hebben om dwars door dit huis heen te kijken. En wat hebben we hier? Een piepklein schommelstoeltje. Hij zet de stoel weer terug en sluit de deuren. Een beetje abacadabra. En de deuren gaan weer open. En kijk, er zit een poppetje op de stoel. Hij zet de stoel terug in het huis en doet de deuren weer dicht. Onze illusionist loopt om het spookhuis heen. Als hij de deuren dan vervolgens weer open doet, is het kleine poppetje ineens een stuk gegroeid. Het wordt enger en enger. De pop gaat weer terug in het spookhuis. Dan doet hij de deuren dicht. Een paar zwierige gebaren. Een stevige wolk rook. En ineens is de speelgoedpop een levende pop geworden. Hoe doet hij dat toch? U hoeft daar niet lang over na te denken. Wij verklappen het geheim. Als we het dak openklappen, zien we een klein bankje waarop de assistente kan zitten. Haar armen en benen passen precies in de verborgen vakken langs de muren van het huis. En het dak biedt haar de ruimte om de rest van haar lichaam te verbergen. Als de deuren opengaan kun je dwars door het huis heen kijken. Maar wat je als toeschouwer niet weet is dat de assistente zich al lang en breed heeft verstopt. Zonder haar zou deze truc immers niet werken. De assistente reikt haar handen door twee verborgen panelen in de muren en vervangt de lege stoel door een stoel met een poppetje. Vervolgens trekt ze de panelen weer snel dicht. De illusionist doet de deuren open en voilà, daar zit het poppetje. En u raadt het al, als de deuren weer dicht zijn, verruilt de assistente het kleine poppetje voor een grote. Zo eng is het dus allemaal niet. De rookwolk is bedoeld als afleiding. Het geeft de assistente de kans om het dak te openen. Ze staat op en onthult het laatste geheim van het spookhuis. Zo zit deze truc dus in elkaar. Nu laat de gemaskerde illusionist een van de griezeligste trucs uit zijn repertoire zien. De dolken des doods. Hij gaat op zijn plek staan. Hij geeft een teken en de vlammen schieten op. Wauw, wat een special effect. Dan verschijnen zijn assistentes. En ook al is de truc nog zo gevaarlijk, ze moeten en zullen even dansen. Het is mooi geweest, het is tijd om te beginnen. Bij deze doodenge truc werpt de gemaskerde illusionist vlijmscherpe dolken naar een van zijn assistentes. Laten we hopen dat hij een beetje kan mikken vanavond.
dappere assistenten zijn tegenwoordig dun gezaaid. Ah, de dolk. Geloof het maar, ze zijn echt heel scherp. Een van zijn assistenten loopt naar de illusionist toe om hem succes te wensen. Hij brengt zijn arm naar achter en gooit. Dat scheelde maar een haartje. Nog één. Dat scheelde ook maar een haartje. Deze dame is niet alleen heel mooi, ook heel dapper. Oeh. Nu twee tegelijk. Dat is pas mikken. En geloof het of niet, hij kan het ook met twee armen. Nu geeft een assistent hem een blauwe ballon. Ja, dit is een doodgewone blauwe ballon. Onze illusionist wil afsluiten in stijl. Ze heeft nu een ballon in haar mond. Ze kan dus niet eens meer nee zeggen. Het rad wordt in beweging gebracht. En de grote vraag is, zal hij raak gooien? Maar natuurlijk, midden in de roos. Kijk nog eens goed, de dolk doorklieft de ballon. En weer is het onze gemaskerde illusionist gelukt. U vraagt zich natuurlijk af, hoe doet hij dat? Wij vertellen u het geheim. Om te beginnen gooit hij niet met echte messen. Dat zou veel te gevaarlijk zijn. Terwijl iedereen naar het doelwit kijkt, laat hij de dolk ongezien verdwijnen in een geheime zak in zijn jas. Zo dus. Ook kleermakers zijn illusionisten. Maar hoe komen die dolken dan in het rad? Kijk nog maar eens goed. Daar is hij weer, de belangrijke toneelknecht. Hij verbergt zich achter het rad en bedient een speciaal apparaatje dat de dolken tevoorschijn laat schieten. Hij trekt de dolk naar achter en laat hem op een teken schieten. Het gaat zo snel dat iedereen denkt dat de dolk van voren komt. Kijk eens hoe gelijk het gaat. En dan nu de ballon. Ook nu komt de dolk van achter. Toch is deze een tikje anders. Er zit namelijk een pin op die de ballon doorprikt. Deze truc wordt ook wel gedaan met bijlen of brandende messen. Maar het principe is altijd hetzelfde. De spijkers zijn 45 centimeter lang en van staal. Het bovendeel weegt zo'n 250 kilo. Als dat neervalt, kunnen de scherpe spijkers dwars door een dikke plaat cement gaan. Als dit geen truc was geweest, zou onze illusionist het nooit overleven. Hij geeft een teken. Daar komen zijn lieftallige assistentes. Dit is een truc uit de 19e eeuw. In die tijd stond hij bekend als Cora's dood. Dit zijn trouwens niet de echte assistentes van de gemaskerde illusionist, want we willen niet verraden wie hij is. De illusionist gaat op het spijkerbed liggen. Lekker slapen zal hij vast niet. Zijn assistentes binden hem vast.
Ze gebruiken daarvoor stevige leren riemen om hem aan handen en voeten te binden. Hij doet zijn best om zich los te werken. Nu spannen ze een zwart doek om het bed, zogenaamd om het publiek niet te confronteren met zijn gruwelijke dood. Je kunt helemaal onder het bed doorkijken en dat betekent dat de illusionist niet stiekem kan weglopen, want dan zou je zijn voeten kunnen zien. Alles is klaar. Een van de assistenten strekt aan het touw en het spijkerbed valt naar beneden. Zo te horen is hij gespiesd. Maar de show begint net, dus dat zal wel niet. Hoe kon de illusionist ontsnappen? Het spijkerbed valt in een fractie van een seconde. Dit is het geheim. Om te beginnen moet het publiek geloven dat de spijkers echt zijn. Dat zijn ze. En als u denkt dat de spijkers kunnen worden ingetrokken, dan zit u er ook naast, want zo zit de truc niet in elkaar. Zodra hij aan het zicht van de toeschouwers is onttrokken door middel van het zwarte doek, moet de illusionist aan zijn ontsnapping beginnen. Hij heeft maar een heel smal stukje waarop hij zich voor het spijkerbed kan verschuilen. Maar alles op zijn tijd. De gespen en riemen zijn ook echt. Het lijkt alsof hij is vastgebonden, maar dat is hij niet. Het is gewoon klittenband. En zo komt hij dus los. Nu moet de illusionist snel opzij rollen om te voorkomen dat hij echt wordt doorspiesd door het spijkerbed. De assistente trekt aan het touw en het spijkerbed klapt neer. Hij mist de illusionist op een haar na. En snel kruipt hij weer op zijn plaats. Het gordijn wordt geopend. Et voilà. Geen schrammetje te zien. Nu laat de gemaskerde illusionist ons de grote uitrektruc zien. Hij onderzoekt de grote kast die zogenaamd speciaal is gemaakt om mensen uit elkaar te trekken. Kan het nog gekker? Een assistente meldt zich om hem een handje te helpen. De illusionist opent de deuren van de kast. Dan opent hij ook de achterkant, zodat je door de kast heen kan kijken. Op die manier overtuigt hij de toeschouwers ervan dat niemand zich in de kast kan verbergen. De deuren gaan dicht en de illusionist inspecteert het rekmechaniek. Dan wordt er een krukje gebracht. Nu komt de assistente die zo meteen zal worden uitgerekt. Ze kijkt nog op zich best vrolijk voor iemand die uit elkaar gerukt gaat worden. Ze wordt in het toestel opgesloten. Als de deuren helemaal dicht zijn, worden haar handen en voeten door de gaten gehaald. De illusionist kietelt haar even om te zien dat ze echt zijn. Dan trekt hij aan het touw en het rekken kan beginnen. Het lijkt wel alsof haar armen en benen uit de kom worden getrokken. Maar ze blijft lachen, dus kennelijk kan ze goed tegen de pijn. De illusionist schuift haar hoofd helemaal naar boven. En dan laat hij zien dat het hoofd ook helemaal naar beneden kan. Dan duwt hij haar hoofd weer omhoog. Tijd voor een truc à la Linda Blair uit The Exorcist. Haar hoofd draait helemaal rond. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Haar handen en voeten worden teruggezet.
En de assistente wordt weer losgemaakt. Dan gaan de deuren weer open. En daar is ze. Ze heeft helemaal niets. En dan nu het geheim. De illusionist wil u laten geloven dat de kast helemaal leeg is, maar dat is niet zo. Als de truc begint, staan er namelijk twee assistentes verstopt in de kast. Als de deuren opengaan, staan de assistenten al aan de achterkant van de kast op een smalle richel, zodat u de voeten niet kan zien. Op het moment dat de deuren openzwaaien, klimmen zij naar de zijkant. Dankzij de decoratieve knoppen en pennen kunnen de assistenten zich om de kast heen bewegen. Wij zien ze niet staan langs de zijkant, omdat de deuren van de kist open zijn en ze dus aan het zicht worden onttrokken. Als de deuren achter weer dicht gaan, verstoppen de assistenten zich weer aan de achterkant. Als de assistente die opgerekt gaat worden de kast ingaat, gaan de andere twee ook snel naar binnen. Het zijn hun handen en voeten die u tijdens de truc te zien krijgt. Ze dragen alle drie dezelfde nagellak en dezelfde kousen om de truc zo geloofwaardig mogelijk te maken. Nu steken de assistentes een hand en een voet door de gaten. Het lijkt dus alsof de illusionist zijn assistenten uit elkaar rukt, maar de twee andere assistenten schuiven gewoon hun hand en voet een eind naar links of rechts. En hoe krijgt de illusionist haar hoofd dan helemaal naar boven? Dat is heel simpel. Ze staat gewoon op een krukje. En nog even kietelen. Als ze met haar hoofd naar beneden moet, trekken de assistentes de kruk weg. Dan gaat ze op haar knieën en legt ze haar hoofd op de vloer. Comfortabel is anders, maar oké. Dan wordt het hoofd van de assistente omgedraaid. Voor deze truc heb je een lenige assistente nodig. Als haar ledematen weer zijn teruggezet, trekken de twee assistentes hun handen en voeten terug en daarna verstoppen ze zich weer snel achter de kast. Dan gaan de deuren weer open en het is de gemaskerde illusionist wederom gelukt om u in de maling te nemen. Nu gaat de illusionist opnieuw proberen aan de dood te ontsnappen. Hij moet daarvoor wel de guillotine trotseren. Ja, dat is ook een manier om je kool te snijden. De illusionist komt aangelopen, gekleed in een cape van de ter dood veroordeelde. De dames nemen afscheid van hun man. En dan betreedt hij het schavot. Het was fijn je gekend te hebben, gemaskerde man. Zijn assistentes binden hem vast, zodat hij niet kan weglopen. Nou, dat gaat sowieso niet echt snel gebeuren, denk ik, want hij is verstijfd van angst. Zijn hoofd wordt nu vastgezet en zijn lichaam wordt in positie gebracht onder de guillotine. Wij verzekeren u, dit is een echte guillotine. De spanning is om te snijden. Zijn hoofd wordt op zijn plaats gehouden door een stuk hout. De illusionist kan geen kant op. Nog even controleren of die goed vastzit en dan mag de beul aan de slag. En die beul weet precies wat hem te doen staat.
Is het echt gebeurd? Nee, natuurlijk niet. Want de beul blijkt de gemaskerde illusionist te zijn. Hoe krijgt hij dit voor elkaar? Wij vertellen u het geheim. Aan het begin maakt de illusionist een dramatische entree in de cape van een ter dood veroordeelde. Het kostuum zou ons al argwanend hebben moeten maken. Onder de kap zit namelijk een tweede masker dat het gewone masker van de illusionist bedekt. En ook zit er een omhulsel in de vorm van een hoofd onder de kap. Het is goed te zien dat de illusionist een soort harnas draagt. Het lijkt of de assistenten hem naar zijn plek brengen, maar in werkelijkheid pakken ze het harnas beet, zodat hij eruit kan glippen. Zo ziet het eruit als de illusionist geen cape draagt. Hier knijpt de illusionist er dus tussenuit. Het harnas zorgt ervoor dat het lijkt alsof de illusionist er nog staat. De assistentes binden het harnas vast om alles op zijn plaats te houden. Maar waar is onze illusionist dan nu? Op het schavot is een luik, waardoor hij kan ontsnappen. Hij heeft alle ruimte om er onderdoor te kruipen en via een glijbaan in de trap weg te komen. Hier kunnen we goed zien hoe dat gaat. Hier glijdt dus onze dode man. Onderaan kan die ongemerkt wegglippen. Als het neplichaam op zijn plek wordt gelegd, trekt de illusionist het bulpak aan en gaat hij weer terug naar het schavot. Dan kan de executie beginnen. Daar gaat het nephoofd en onze illusionist is nog springlevend. Heel slim. Zometeen na de reclame in Goochelaars ontmaskerd. De gemaskerde man laat zich levend begraven. Zal de illusionist ontsnappen uit dit 2 meter diepe graf of wordt hij samen met zijn geheim begraven? Tot zo. Welkom terug bij Goochelaars ontmaskerd. De gemaskerde man laat zich levend begraven. Wie krijgt daar nou niet de koude rillingen van? Houdini deed deze truc meer dan 80 jaar geleden. Het verhaal gaat dat hij later begraven is in de kist die hij bij deze truc gebruikte. Hopelijk komt het vanavond niet zo ver. De illusionist tikt op de kist om te voelen of hij wel stevig is. Geloof ons, dat is hij. Dan stapt hij in de kist en gaat liggen. Laten we hopen dat dit niet zijn laatste rustplaats wordt. Hij krijgt een blinddoek om. En misschien is dat maar beter ook, om niks te zien. Zijn assistentes binden hem vast in de kist met dikke leren riemen en zware stalen gespen. Eerst worden zijn armen opzij vastgebonden. En dan zijn zijn enkels aan de beurt. Deze man kan nog geen telefoontje aannemen. Het deksel gaat erop en wordt vervolgens dichtgespijkerd. Door het onbreekbare ruitje van plexiglas kunnen we zien hoe het met onze illusionist is. Hij is er nog steeds. Met voor slechts 3 minuten zuurstof. Het wordt dus opschieten. Daar komt de takel. Daar is niks bijzonders mee. Hij is nodig om de kist met de illusionist 2 meter de grond in te laten zakken. Het is daar koud en vochtig. En misschien neemt hij het geheim van deze truc wel mee zijn graf in. Nog een laatste blik op onze illusionist. Je zou zeggen dat hij hier toch nooit uit kan komen. Hij zit al bijna 1 minuut in de kist. Zelfs voor de toeschouwers is het bijna claustrofobisch. Ja.
Dan wordt het graf gevuld met zand. 2700 kilo, om precies te zijn. Met die schep duurt dat een eeuwigheid, daarom krijgen de dames wat hulp. Het enige wat nog ontbreekt is de familie om afscheid te nemen. En tot stof zult gij wederkeren. Er zijn overigens wel eens illusionisten omgekomen bij het uitvoeren van deze truc. Laten we hopen dat het vanavond goed gaat. De illusionist is op dit moment onwaarschijnlijk zenuwachtig. Paniek kan fataal zijn. Het is dus maar te hopen dat hij het hoofd toch koel weet te houden. Hij ligt nu al 2 minuten in de kist. En de dames gooien de laatste schepjes zand in het 2 meter diepe graf. Hij moet de riemen nu al wel los hebben gemaakt. Anders kunnen we alvast op zoek naar een opvolger. De zuurstof in de kist is nu bijna op. De illusionist moet zijn ademhaling goed beheersen en zijn hartslag omlaag brengen. Laten we hopen dat alles goed gaat. En daar komt nog eens 900 kilo zand. De illusionist is nog onder de grond, dat weet ik zeker. Ik heb het al gezegd, er is niet met de beelden gemanipuleerd om deze trucs mogelijk te maken. Er zijn nu 3 minuten voorbij en nog steeds is onze illusionist nergens te bekennen. Rust in vrede, gemaskerde man. Of toch niet? Hebben we ons dan toch vergist? Is dat de illusionist die uit zijn graf opstaat? Het is hem, inderdaad. Een beetje vies en een beetje buiten adem, maar het is hem. Hij is blij dat hij nog in leven is. De gemaskerde man is voorlopig aan de dood ontsnapt. En Houdini had het hem niet verbeterd. Wij vertellen u het geheim achter deze truc. Het werkt allemaal als volgt. De illusionist stapt in de kist en zijn assistentes binden zijn handen en voeten vast. De riemen zien er indrukwekkend uit. Alleen zitten ze aan de kist vast met klittenband. Als de deksel is vastgespijkerd en de kist in het graf is gelegd, dan trekt de illusionist zich los en verdwijnt hij door een geheime opening die aan de zijkant van de kist zit. Maar waar gaat hij dan heen? Naast het graf bevindt zich een houten kamertje in de grond met frisse lucht en verlichting. Nog jammer dat ze daar niet ook gewoon tv hebben. Het graf lijkt een luguber 2 meter diep gat in de grond, maar in werkelijkheid is het van hout gemaakt. Het is met textiel en zand bedekt om het echt te laten lijken. Ja, dat is Hollywood. In de kamer is een plank die het graf in kan worden geduwd. Deze plank, zo'n 60 centimeter onder de rand van het graf, zal de illusionist helpen uit het graf te klimmen. Als de eerste lading zand in het gat wordt gestort, gaat hij terug het graf in door een verborgen luik. Hij gaat op de plank staan en wacht tot het gat is gevuld. Daarna staat hij op en laat hij zich zien. De kijker denkt dat hij nog steeds in de kist ligt. Als het stof optrekt, is te zien dat de illusionist, bedekt met een laag zand, geknield op de plank zit. Hij haalt nog 1 keer diep adem voor het laatste zand in het graf wordt gestort. In de kamer zit nog een toneelknecht klaar om eventueel te hulp te schieten met extra zuurstof.
De illusionist zou pas 2 minuten later weer adem kunnen halen. Door al het gewicht dat op zijn longen drukt, zou die heel goed kunnen stikken. Na wat voor hem een eeuwigheid moet lijken, is het graf dan vol en kan hij eindelijk zijn dramatische rentree maken. Even laat hij de spanning nog stijgen, dan gaat hij op de plank staan. En dan komt hij langzaam uit het zand naar voren. Eerst 1 hand. En dan de tweede erbij. En tenslotte zijn hele lichaam eruit. En hoewel hij naar adem snakt, kijkt hij trots over zijn prestatie recht in onze camera.